om de quick-up te gebruiken. Wil je eerst de stekker en stopcontact uiteraard. En de aanknop zit hieronder. Laat zien, die zit hier. In de nieuwe versie zit hij ergens anders, maar de leenversie zit hier. Soms, dan doet de quick-up het niet gelijk als je hem aanzet. Dat betekent dat deze er een klein beetje uit is gegaan. Dus druk deze dan weer goed aan. En eigenlijk hebben we voor de rest nooit problemen met quick-up. Hij moet uiteraard even opstarten, want de quick-up is een beamer en computer in één. En beamers die moeten altijd even warm worden. Ik kan hem ondertussen al wel schuin zetten. En met deze klem zet je hem vast. Hieronder zie je de modules die horen bij die quick-up. Nou, je kan natuurlijk kiezen welke je interessant vindt. Als je hem zelf wilt aanschaffen, dan worden er 5 modules bijgeleverd. Dus kijk goed wat past en wat niet. Ik doe nu even de Efteling als voorbeeld. De modules die kunnen er op 2 manieren ingedaan worden. Dus zo, zoals ik hem nu net deed. Maar als je hem gewoon uittrekt en je draait om, dan kan dat ook. Je ziet nu al een klein stukje van een beeld verschijnen. Maar je moet nog eventjes geduld hebben. Hij staat nu wat scheef, zie ik, omdat ik hem al heb verplaatst toen hij nog uitstond. Maar op het moment dat je de quick-up verplaatst, dan past hij het beeld automatisch aan. Nu is hij op het plafond. En als ik hem op de muur doe, dan is dat op de muur. En je ziet dat hij bijtrekt net zo lang totdat hij goed staat. Wil je hem kleiner, zet je de quick-up er wat dichterbij. Wil je hem groter, zet je de quick-up wat verder weg. De knoppen die erop zitten zijn als volgt. Je kan een filmpje verder op deze manier. En een filmpje terug op deze manier. Dit is muziek. Niet bij alle modules, maar bij sommige modules zitten verschillende geluiden onder. Soms muziek, soms natuurgeluiden. En zo kun je wisselen van het geluid. En het geluid harder en zachter is vrij logisch. Het kusje is harder, zoals je hier ook ziet. En het minnetje is zachter. Om uit te zetten is ook heel simpel. Je hoeft hem verder eens niet af te sluiten. Alleen het knopje uit en dan gaat uit. Zorg wel, voordat je hem verplaatst, dat je de stekker nog even in het stopcontact houdt. Want je hoort dat hij nog aan het blazen is en dat is om de beamer af te koelen. Op het moment dat hij is afgekoeld, kun je de beamer ook echt gaan verplaatsen. En de stekker eruit trekken natuurlijk voor die tijd.